Zo, Michel, hoe voelt het om kampioen te zijn en is dit de eerste keer? Het is mijn tweede keer. Ik heb het volgens mij in 2002 al een keer gewonnen. En ik moet zeggen, winnen voelt altijd wel goed. En zeker omdat ik heel weinig toernooien speel, is het wel heel prettig dat nu eigenlijk bij onze broers van Spijkenisse een keertje weer een keer win. Dat geeft een goed gevoel. Nou, hartstikke fijn. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wil je nou ook soms nog iets kwijt over Charles Europoort? Want nou, daar ben ik altijd wat benieuwd naar. Nou, op zich zijn we leuk in ontwikkeling. We hebben bijna elke week hebben we nieuwe leden. Dus wat dat betreft doen we het anders dan de RSB. Want volgens mij is daar een beetje terugval. Maar bij ons hebben we een stijgende lijn. Dus wat dat betreft is het goed en ook gezellig. En dat vinden we ook altijd belangrijk. Ja. Het moet een goed niveau zijn, maar we willen het ook graag gezellig hebben. Ja. Vandaar. Ja. Nou, dat is bij jullie altijd. Ja. Ik kom graag bij jullie en dat vind ik heel fijn. Zeg, nogmaals, hartstikke gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ja. Misschien volgend jaar weer, hè? Misschien volgend jaar weer. Ja, kampioen, 7 uit 7. Van harte gefeliciteerd. Hoe is het gegaan vandaag? Ja, het was tegen mij moeilijk, hè? Ja. Ja, maar ja. Ik maakte een foutje, het was klaar. En Simone? 5,5 punt. Het is fantastisch. Ja? Hoe kom je aan al die punten? Gewoon winnen. Gewoon winnen, ja. Van wie? Niet allemaal. Ik heb net al die tegenstander wel onbekend voor mij, dus ja, dat scheelt. Maar Frits Duller onderhand. Ja. Ja, de rest zou ik zomaar niet meer weten. Nee. Van wie heb je verloren? Ja, van u natuurlijk. Ja, ik vind het leuk dat je dat even zegt. Hey. Hartstikke gefeliciteerd. En jullie zien dit vanavond wel op het internet, hè? Oké. Okay.